Welkom bij de sportvlog van Sportbedrijf Arnhem. In deze vlogserie neem ik je elke keer mee naar een andere locatie van Sportbedrijf Arnhem om uit te zoeken wat er allemaal speelt op de verschillende locaties. En misschien kan ik wel een rondje meedoen. Ja! Vandaag vindt hier op Valkenhuizen de finale plaats van de speedsoccer zomercompetitie. Luc, kun jij kort uitleggen wat speedsoccer precies is? Speedsoccer is eigenlijk een andere variant op het normale traditionele voetbal. Je ziet al de boarding om het veld heen staan, dus je speelt speedsoccer ook in een klein veldje. Speedsoccer speel je 5 tegen 5 en de bal kan er eigenlijk niet uit. En het zijn ook kortere potjes dan we normaal gewend zijn. Dus het is eigenlijk een hele leuke, snelle vorm van voetbal. En ik hoor het steeds vaker voorbij komen. Waarom denk je dat dit steeds populairder wordt? Je ziet toch wel een beetje een verplaatsing aan dat mensen niet meer echt bij een vereniging aangesloten willen worden. Omdat er ook verschillende taken bij horen, zoals de vrijwilligerstaken, de kantinediensten, zoals we het allemaal kennen. We spelen alle jaargetijden één competitie, je schrijft je in en je kan gewoon 10 weken lang voetballen. Je kan ook je eigen team samenstellen, dus je kan echt met je vriendenteam, collega's of familie kan je hier lekker komen voetballen. Davy, ja. Waarom doe jij mee met de speedsoccer zomercompetitie? Nou, wat wij het allerleukste vinden is dat er gewoon één avond is waarbij je allemaal met alle vrienden samen kan komen en gezellig een balletje kan trappen. En wat vind jij dan zo leuk aan speedsoccer? Nou, speedsoccer op zich is gewoon super leuk omdat het op kleine veldjes is, maar het is wel heel intens, dus je moet constant heen en weer rennen. En je hebt heel veel balcontacten en heel veel doelpunten. En dat is eigenlijk het allerleukste aan speedsoccer. En doen jullie de volgende editie weer mee? Wij doen de volgende editie zeker weer mee. Merle, vandaag is de finale van de zomercompetitie. Stopt het hierna of gaan jullie meteen door? Nee, het stopt zeker niet. We gaan over 2 weken weer door. We beginnen 9 oktober met het kick-off toernooi en 16 oktober met de herfstcompetitie. Oké, en hoeveel teams kunnen er meedoen met de herfstcompetitie? Er kunnen zich 12 teams inschrijven. En is er nog een plekje vrij voor inschrijving? Zeker, er is zeker nog plek vrij. AFCA heeft de titel te pakken! Wij zouden het in ieder geval superleuk vinden als jullie er volgend seizoen weer bij zijn. Tot volgend seizoen! Tijd voor een drankje. Pim, ja. Jullie hebben gewonnen vandaag. Ja. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Waarom hebben jullie meegedaan aan deze competitie? Ja, nou, we hebben al eerder meegedaan. Het is niet onze eerste keer. Dus, we vinden het leuk om onze tegenstanders in te maken natuurlijk. Wil jij meedoen aan de herfstcompetitie van 10 weken lang voetbalplezier? Meld je dan aan via de website. En ben jij benieuwd waar ik de volgende keer weer een kijkje ga nemen? Houd dan onze kanalen in de gaten voor één van de volgende sportvlogs.